Oh, dag lieve kindjes en wel. Nee, we gaan dat niet nog eens doen. Nee. Yo, meisjes, je poep hier en welkom bij een nieuwe video. Normaal had ik dus het idee om in december te beginnen streamen en alles klaar te krijgen. Maar volgens mijn planning stond ik serieus achter. Want zo ben ik dan, hè. Voordat ik ergens aan begin moet alles echt perfect in orde zijn. En ik heb nog wel het een en het ander te doen. Ik moet een goede layout maken, ik moet een goede offline pagina maken, ik moet zien dat mijn Twitch ook een beetje professioneel is en dat het, ja, herkenbaar is voor nieuwe volgers. En ik moet ook zien dat alles marcheert. Want geloof mij, er is niks zo erg dat als je een goede stream aan het starten bent en halverwege beslist dat programma ineens om te gaan crashen, je zit echt wel de helft van je publiek kwijt. En ik wil deze kamer ook wel een beetje beter inrichten als achtergrond. Te beginnen met een keer op te ruimen, want ja, zoals dat je ziet... Ja, dat is geen zetel niet meer, hè. Dat is gewoon een liggende capstok. Dus kort gezegd, ik wil eigenlijk dat alles perfect in orde is voordat ik eraan begin. Want als ik iets doe, dan doe ik het goed. Enkel was ik vergeten hoeveel tijd dat ik verschijt aan simpele dingen, gewoon omdat ik die perfect wil hebben. Ja, ik ben een beetje gelijk uw liefje. Eer dat ik content ben, moet het al regenen in de woestijn. Ik ben bijvoorbeeld al een paar dagen bezig met een offline pagina. Want zelfs wanneer je niet aan het streamen bent, kun je nog altijd volk aantrekken die toevallig langs uw pagina gaan met een schone layout met nuttige informatie op. Dit is wat ik tot nu toe al heb gemaakt op een week tijd. Het is heel proper, ik ben er heel content van. En op deze manier kunnen we dus beginnen streamen tegen 2024. Maar ja, met zo'n drukke week zoals de vorige heb ik dus niet veel kunnen afmaken. En heb ik dus de neiging om het terug een beetje na te stellen en echt pas beginnen te streamen vanaf januari. Ik weet het, ik ben het weer aan het uitstellen. Maar ja, ik heb gewoon iets meer tijd nodig dan de normale mens om zoiets voor te bereiden. Sorry, ik heb duidelijk geen inschattingsvermogen hoe lang dat zoiets kan duren bij mij. December is dan ook een feestmaand met kerstmis in januari. Je moet nog cadeautjes kopen en dingen voorbereiden. Om dat eigenlijk allemaal af te maken in deze maand is een beetje vergegrepen. Allee, al snapte, dan pak ik liever nog even wat langer mijn tijd om het echt goed af te maken. En dan beginnen we er gewoon los aan vanaf 1 januari. En ergens komt dat goed uit, want dan kunnen we ineens ook zien hoe hard dat YouTube naar de kloten is. Dus... met veel pijn in het hart, ga ik nog even moeten wachten met Pokémon Shield. Ik weet het, ik weet ook niet waarom dat ik deze mezelf nog aan doe. Ik heb het spel, maar toch wacht ik erop tot ik kan streamen. Zoveel heb ik over voor deze hobby. Ik heb dit spel al bekend een maand. Een maand, ik heb dat plastiekje zelfs nog niet afgedaan. Maar zoals de goede heer het zegt, geduld zal u lonen. Met veel volgers en veel views hopelijk. Dus ik zou zeggen, kom mij volgen op Twitch. Ik weet niet waarom dat ik nog daar wees, maar het is de juiste keuze, want als je de Shipoop niet volgt, dan loopt het verkeerd. Ik heb ook een hele leuke sketch in gedachten tegen het einde van het jaar. En dat is een beetje mijn probleem eigenlijk. Ik zit continu met goede ideeën en dingen dat ik wil doen. En dat stapelt ze eigenlijk allemaal op. En dan stel ik mijn eigen de vraag van, ja Sam, dat is allemaal heel goed, maar wanneer ga je dat allemaal doen? Je hebt daar helemaal geen tijd voor. En dan ja, beginnen dingen zo te stellen. Alles wat, vandaag gaan we gewoon even de simpele vraag stellen. Hoe was mijn weekend? Ah wel, het is goed dat je het vraagt. Ik ben dus naar Ardennen geweest met mijn twee beste maten. We doen dat zo wat elk jaar. We huren een huisje, we pakken een hoop drank mee en we spelen spelletjes. Gelijk Fortnite, in Call of Duty, in FIFA. Dat laatste is niet zo goed voor uw vriendschap. Het is maar een tip. Maar het plezantste dat we doen al sinds dat we elkaar kennen is een goede oude Mario Party. En dan heb ik het niet over die Mario Parties van de Wii of de Switch, van die suckerballs. Nee, ik heb het over de parties van de GameCube. Dat zijn nog altijd de beste. Dat is echt zo een plezant bordspel met coins en sterren en orbs dat je kunt smijten en minigames. En het plezante aan dat spel is, er gebeurt altijd wel iets random of onverwacht, waardoor dat spel kei onvoorspelbaar is. Want in één keer kun je kei goed bezig zijn en je gaat kei veel sterren en kei veel coins. En dan 5 beurten later, dan is er niks niet meer en ze er compleet in zakken zit. Het is gewoon fantastisch. Ja, misschien moet ik dat wel eens een keer streamen, maar dan met andere streamers erbij. Je ziet, ik blijf ideeën hebben. Hè? En ja, als je dat dan nog eens combineert met een bak bier en een paar flessen alcohol, ja, dan heb je gewoon een goede avond. En een serieuze kater. Ja, en je zit dan niet naar binnen, dus wat wij ook altijd doen, is een dikke wandeling. En dat zijn momenten dat je koestert. Met je beste maten, goed babbel kunnen doen, goed aan het lachen.
een beetje raar doen tegen de walen, want die verstond u toch niet. En ondertussen heb ik ook wel goede Pokémon's gevangen, want het is momenteel die een Evolution event, waardoor er wel wat speciale beesten poppen. Ik heb bijvoorbeeld een Epic Dragonair gevangen met bekend perfecte stats. Ja, de kans is groot dat ik momenteel zelfs nog altijd in perk Pokémon's ontvangen ben. Maakt niet uit dat het kou is. Of regent. Misschien heb ik wel een klein probleem. Dus ja, voor de rest gewoon heel veel gezopen, heel veel gekast en in het algemeen gewoon een heel chill weekend gehad. En nu ben ik terug thuis en besef ik hoeveel werk dat ik nog heb en dat ik nog lang niet begonnen ben met streamen. Dus ja, daar zal ik dan nu maar wat verder aan werken. Ik bedank iedereen voor het kijken naar deze korte video. Laat mij zeker weten in de reactie hoe uw weekend was. Nu merkers, je kunt mij al beginnen volgen op Twitch en dan geleidelijk de veranderingen zien gebeuren op mijn kanaal. Er zullen ook wel een paar teststreams gebeuren, dus je zult ook niet helemaal moeten wachten tot januari. Alles wat merkers, merci voor alle geduld. Ik zie jullie al binnenkort en ik wens jullie nog een hele prettige dag.